Nederlands Philharmonisch Orkest speelt de 10e symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. Ik ga luisteren naar deze muziek en erover praten met schrijver Peter Buwalda. Je doet, heeft hij heel langzaam opgebouwd. Hè? Die laat het nou beginnen midden in het eerste deel van de symfonie. En heeft heel lang dat thema vrij zacht en rustig herhaald. En uiteindelijk komt dat tot een soort kookpunt in dit deel. Dat al die strijkers tegelijkertijd hetzelfde geluid laten horen, hetzelfde thema heel hard op herhalen. En dat werkt bevrijdend ten eerste, als je de hele tijd die aankondiging hebt gehad. Bij een beklemmende helderheid ineens. Dat vind ik prachtig. Wat ik heel moedig vind, is dat iemand die beknot wordt met harde hand, met gevaar voor eigen leven. Ik geloof dat hij zelfs twee keer op een soort zwarte lijst is gezet. Een keer in de jaren 30 en nog een keertje in de jaren 40. Toch kunstenaar blijft. Dus door te doen alsof je een triomfmars laat horen, terwijl die ondertussen heel macaber klinkt. Dat zijn effecten die je volgens mij in vrijheid niet eens zou maken. Heel ritmisch, 20e eeuw of zo, op een of andere manier, dat gevoel heb ik erbij. Soms herinnert het heel even aan iets wat je kent, aan een marstempo of iets jazzachtigs of iets hier even iets militaristisch, maar het wordt heel snel alweer uit het cliché getrokken, omdat er weer een wending komt die je niet verwacht en het wordt nooit repetitief. Ja, dat is een lekkere versnelling. Ja, ik kan er heel goed bij schrijven. Ik vind het ook niet zo heftig eigenlijk. Kijk, ik kom uit popmuziek, qua interesse. En wat ik vroeger dus altijd luisterde, is bijna altijd toch nog heftiger. Voor je boek heb je 4 jaar ongeveer teruggetrokken. Mm-hmm. Wat was dan de plaats van klassieke muziek daarin? Nou, die heeft zich eigenlijk pas na een jaar of twee is die plaats ingenomen door klassieke muziek. Want daarvoor luisterde ik nog steeds naar jazz en pop. Maar ik merkte dat ik daar niet goed bij kon werken. En tegelijkertijd ging mijn opa steeds verder achteruit en ik bezocht hem in die tijd wel eens. En hij had 7 cd's, dat waren allemaal klassieke cd's. En daar luisterde hij er nog naar met mij samen. Voor de rest praten we niet. En toen ontdekte ik hoe mooi ik het vond. En toen ben ik, dat is een beetje tekenend voor hoe ik ben, toen ben ik echt als een bezetene me gaan verdiepen en verzamelen. Dus voor mij is het een acceleratie die je niet vaak ziet. Heb ik in 3 jaar tijd iets van 4000 cd's verzameld. Mooi. Nou, wat ik hier grappig aan vind, interessant sowieso hoe dat ineens inzet trouwens. Dat is met die celli geloof ik. En dan barst het uit in een soort walsje. Van, ja, een dansje zou je denken. Wat bijna doet denken aan Rieu. Maar het allermooiste ervan is dat het precies geen Rieu is. Hè. Het heeft een sombere toon, een sombere grondtoon. En ik las ergens, ik heb er even omheen gelezen, dat het is dus niet een beeld van mezelf helaas, maar ik wou dat ik het bedacht had. Het is alsof er een skelet om een galg heen danst. Hè. Als je het zou vergelijken, dat weet ik nu wel zelf, alsof je om de meiboom heen zou dansen. Dat is de vrolijke variant. Maar als je stel skeletten voorstelt dat om een galg heen dansen, dan heb je zo'n melodietje nodig. En dat vind ik ten eerste een prachtig beeld, maar ik vind het ook dat het echt zo klinkt. Het heeft iets totaal droefgeestigs. En toch is het dansmuziek. En dat lijkt mij bijna, karakteristiek voor Sjostakovitsj. De 10e symfonie van Sjostakovitsj door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Wassily Sinaisky. Op 10 en 13 maart in het Concertgebouw. Voor meer informatie kijkt u op orkest.nl.